en verzaakte goddeloosheid, los van God alsof hij niet was verschenen om de boosheid weg te doen en het verdriet. Leeft God vruchtig in getogen in ongerechtigde tijd, wees rechtschapen voor Gods ogen, leeft in zijn rechtvaardigheid. Onze grote God en Heiland, Jezus die Messias is, die de oude boze vijand sloeg en alle duisternis. Want hij heeft een volk besloten in zijn heiligende hand. Zo zijn wij gereinigd goden, vruchtbaar in zijn grond geplant. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goede vrienden, aan u allen van harte welkom bij u thuis in de huiskamer of in de kamer van het Woon- en Zorgcentrum of waar dan ook. Ik zie u niet, maar jullie zien mij. En vanuit deze kerk van Onze Lieve Vrouw over te Deilen zijn wij nu met elkaar verbonden. Wij willen ons vandaag sterken aan Gods woord, dat dat woord ons vandaag wat mag bemoedigen. Kinderen die wel luisteren naar hun ouders, maar niet handelen naar wat ze zeggen of vragen, zijn zelden een vreugde voor hun ouders. Zo is het ook met God. Hij roept mensen. In de eerste lezing horen wij hoe God Jona roept. En in het evangelie is het Jezus die zijn eerste leerlingen roept om mensenvissers te worden. Jezus zal hen in een lang leerproces vormen om de stijl van mensenvisser te leren. Mogen ook wij ja zeggen op de oproep die Jezus tot ons vandaag richt, dat hij ook ons mag vormen tot mensenvisser. Maak wij het nu rustig in ons. Laten wij ons afstemmen op het woord dat God tot ons richt en bidden wij om zijn ontferming. Heer, open onze oren dat wij uw woord beluisteren. Heer, ontferm u over ons. Heer Jezus, Koning en gezalfde God, Heer onze Heer, ontferm u over ons. Heer Jezus, hoge priester, knecht van God, Heer onze Heer, ontferm u over ons. Christus, open onze ogen, dat wij u herkennen in het breken van het brood. Christus, ontferm u over ons. Heer Jezus, woord en evenbeeld aan God. Heer onze Heer, ontferm u over ons. Heer Jezus, licht en aangezicht van God. Heer onze Heer, ontferm u over ons. Heer, open ons hart, dat wij van u getuigen alle dagen van ons leven. Heer, ontferm u over ons. Heer Jezus, Zoon van Adam,
Zoon van God. Heer, onze Heer, ontferm u over ons. Heer Jezus, onze broeder, onze God. Heer, onze Heer, ontferm u over ons. Mogen de barmhartige God zich over ons ontfermen, aanvullen wat aan onze inzet ontbreekt en ooit eens helemaal voltooien wat aan onszelf en onze inzet nog niet af was. Heere, zij God in de hoogen. Vrede op aarde voor alle mensen. Voor alle mensen van goed. Laten wij bidden. Heer God, in Jezus uw dienaar roept gij alle mensen op tot bekering en geloof in de blijde boodschap. Keer ons af van onze zondigheid. Geef ons de moed op uw uitnodiging in te gaan en de weg te volgen van Jezus uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. De eerste lezing is genomen uit het Oude Testament. Het is een stukje uit een van de kleine profeten, uit het boek Jona. Jona is een onwillige profeet. We horen in de lezing van vandaag hoe hij voor een tweede keer wordt geroepen om naar Nineveh te gaan. De eerste keer had hij vierkant geweigerd. Nu doet hij het wel, op Gods uitnodiging ingaan. Lezing uit de profeet Jona. Het woord van de Heer werd gericht tot Jona. Begeef u op weg naar Nineveh, de grote stad, en verkondigt haar de boodschap die ik u zal ingeven. En Jona begaf zich op weg naar Nineveh, zoals de Heer hem bevolen had. Nineveh nu was een geweldig grote stad,
wel 3 dagreizen groot. En Jona begon de stad binnen te trekken, een dagreis ver, en hij preekte als volgt. Nog 40 dagen en Nineveh zal vergaan. De mensen van Nineveh geloofden het woord van God. Ze riepen een vaste af. En van groot tot klein deden allen een boetekleed aan. En God zag wat ze deden en hoe ze zich van hun slecht gedrag bekeerden. En hij kreeg spijt dat hij hun met de ondergang bedreigd had. En hij voerde zijn dreiging niet uit. Tot zover de eerste lezing. De wegen van God zijn goed en betrouwbaar. De wegen van God zijn goed en betrouwbaar. Wijs mij uw wegen, Heer, leer mij uw paden kennen. Leid mij volgens uw woord, want gij zijt mijn God en verlosser. De wegen van God zijn goed en betrouwbaar. Gedenk uw barmhartigheid, Heer. Uw altijd geschonken ontferming. Herinner u niet het kwaad van mijn jeugd, maar denk aan mij met erbarmen. De wegen van God zijn goed en betrouwbaar. De Heer is goed en rechtschapen, daarom wijst hij zondaars de weg. Hij leidt de geringe langs eenzame paden. Hij leert de eenvoudigste wat hij moet doen. De wegen van God zijn goed en zal bij u zijn. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Nadat Johannes was gevangen genomen, ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods blijde boodschap. Hij zei: de tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij. Bekeert u en gelooft in de blijde boodschap. Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en de broer van Simon, Andreas. Terwijl zij bezig waren het net uit te werpen in het meer. Zij waren namelijk vissers.
Jezus sprak tot hen: "Komt, volgt mij. Ik zal u maken dat gij vissers van mensen wordt." Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden hem. Iets verder gaande zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en diens broer Johannes. Ook zij waren in de boot bezig met hun netten klaar te maken. Onmiddellijk riep hij hen. Zij lieten hun vader Zebedeus met de dagloners in de boot achter en volgden hem. Dit is het woord van de Heer. U komt de lof toe, u het gezang, u alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest, in alle hemelen der hemelen. Goede vrienden, kent je het verhaal van Noah? Het is een kort verhaaltje in het Oude Testament, amper 5 bladzijden, maar heel fijnzinnig geschreven en met ook een groot gevoel voor humor. Jona wordt door God geroepen om naar Nineve te gaan, een grote heidense stad, ontzaglijk groot. En daar moet hij gaan verkondigen dat ze zich moeten bekeren. Maar Jona dacht er helemaal niet aan om naar Nineve te gaan. Integendeel, hij scheepte in op een boot en ging naar Tarsis, helemaal de andere kant van Nineve. Hij ontliep zijn opdracht. Maar de boot was goed en wel vertrokken en er kwam een hevige storm. En na een hele geschiedenis werd Jona in het water geworpen. Omdat hij niet gehoorzaam was aan zijn God, maar God voorzag dat er een grote vis kwam. En die grote vis die slokte Jona op en 3 dagen en 3 nachten verbleef Jona in de buik van die grote vis. En daar, helemaal in die buik, in het water van de zee, daar kwam hij tot inzicht. Daar kwam hij tot inkeer. Daar kwam hij tot een soort bekering. En na 3 dagen en 3 nachten spuwde die grote vis hem op het strand. En weerom kreeg Jona de opdracht om naar Nineve te gaan, om daar de mensen te gaan bekeren. En deze keer ging Jona wel. Heel beslist. Hij stapte een dagreis ver door Nineve. Het was een enorm grote stad, want je had 3 dagreizen nodig om er helemaal doorheen te geraken. Maar na 1 dagreis ging hij zich ergens, neem ik aan, op een verhoog stellen en hij begon te prediken dat het nog maar een korte tijd zou duren of God zou een stad vernietigen als ze zich niet gingen bekeren, als ze zich niet afwenden van hun slechte praktijken. En wat Jona nu misschien niet verwacht had, wat misschien uiteindelijk toch wel een grote vreugde is voor elke predikant, dat is dat de mensen zich bekeerden. Ze luisterden naar Jona. Ze bekeerden zich. Zelfs aan het koninklijk hof kwam de prediking van Jona aan de koning te horen en de koning gaf bevel dat iedereen boetekleren moest aantrekken en zich met as moest bekleden en boete doen om zo Gods hart te vermurwen. En God die heeft een week hart. Als God dat dan zag, dan kreeg hij spijt van wat hij had voorgenomen voor Nineve. En hij zag af van zijn onheil. En hij liet die mensen leven en herleven. Maar denkt je nu dat Jona daar gelukkig om was? Integendeel,
spinnijdig werd hij op God. Wat was dat nu? Hij had het wel kunnen weten. Ja, zo is hij. Als er dan puntje op paantje komt, dan ziet hij weer af van zijn onheil. Want God heeft een week hart. En Jona trekt weg uit de stad en gaat nukkig ergens in het zand zitten. Maar de zon was zo heet en het was zo gloeiend warm dat God ook medelijden met Jona kreeg en een boom, een hoge boom, liet groeien met veel bladeren die Jona beschermden tegen de hitte van de zon. En dat deed hem deugd. Hij genoot ervan, van die schaduw. Maar zo geschiedde het dan dat er een worm in die boom kroop en sanderenaags waren alle blaren van die boom verdwenen en zat Jona daar in de schroeiende zon. En dan sprak God tot hem. Want Jona was natuurlijk weer kwaad. Hij voelde zich zeer verongelijkt. En dan spreekt God tot hem. En dat vind ik prachtig, wat hij dan zegt. Dat doet mij zo denken aan een moeder die haar boze kleuter in bed stopt. En die kleuter die werkelijk vindt dat hem onrecht is aangedaan door zijn mama. En zich nukkig omkeert, naar mama niet wil kijken en overtuigd is dat hij het bij het juiste eind heeft. En zijn mama die dan sussend tot hem spreekt, zoals ook God sussend tot Jona spreekt en tegen Jona zegt, maar Jona toch. Kijk eens toch naar die mensen in Nineveh, die het verschil tussen links en rechts niet kennen. Zo'n eenvoudige mensen. En ze hebben naar uw woord geluisterd. Ze hebben zich bekeerd. Mag ik dan geen mededogen hebben met mensen die een bekering doormaken, met mensen die het anders willen doen? Jona staat hier voor een nukkige profeet. Hij was zeker geen vreugdebrenger. Hij was bekrompen, kortzichtig en geestig. Hij begreep helemaal, hij had in zijn hart helemaal geen liefde voor God. Zo anders bij Jezus. Jezus die gaat langs het meer van Galilea en hij roept zijn leerlingen. Simon en Andreas, Jacobus en Johannes. Hij roept ze van achter hun netten om hem te volgen. En ze deden het onmiddellijk. Hij riep hen, want als hij niet geroepen had, waren zij waarschijnlijk bij hun netten gebleven en bij hun dagelijks werk. En Jezus zei als het ware tegen hen, ik zie iets meer in u. Ik roep jullie om mensenvisser te worden. Wat zou dat nu zijn? Mensenvisser. Zou dat zijn mensen met een lijntje gaan vissen, hen in een net gevangen zetten en dan in een systeem dwingen? Nee, bij Jezus had dat allemaal te maken met het Rijk Gods. Bij Jezus had dat te maken met bezield worden door God en vanuit die bezieling voor God mensen gaan vangen. Mensen aansteken met die bezieling. Ik heb een beeld bewaard, een herinnering bewaard in mijn leven, waardoor ik voor mijn leven lang begrepen heb wat het is om mensenvisser te zijn. In mijn priesteropleiding heb ik een tweetal jaar stage gedaan bij de Kajottersbeweging. Een eenvoudige groep van een tiental jongeren, jonge mannen, een aantal jonge arbeiders bij, ook nog scholieren, studenten van een beroepsschool, van een technische school, die samenkwamen alle 14 dagen om zich te laten vormen door de school van het leven en die bezield waren door de idealen van Kardijn. De oude mensen onder ons, die herinneren zich nog wel de vurige toespraken van Kardijn, waarin dat hij jonge arbeiders en arbeidsters op hun waardigheid aanstond en hun aanprees dat zij net zoveel waard waren als de prinsen en de prinsessen van het kasteel van Laken, waar hij toen onderpastoor was. En die jonge mannen, die beraden daar naar wie ze konden gaan. Wie ze zagen in hun omgeving, die wat vereenzaamd was, die het toch wat moeilijk had in het leven.
Ik herinner me zelfs dat er eens gepraat werd over iemand die een tijdje in de gevangenis had gezeten. En dan werd er gezocht hoe ze, en dat drukte ze toch altijd zo mooi uit, hoe ze vriendschap konden zoeken met die gasten. Hoe ze die konden bereiken en hoe ze hen hun vriendschap konden aanbieden. En daar werd soms heel creatief over nagedacht. En ze deden dat, die jonge gasten. Soms naar moeilijk te bereiken jonge mensen gaan en die hun vriendschap aanbieden en te zeggen, ik zie u. Ik heb u gezien. Ik spreek tot u. Ik bied u mijn vriendschap aan. En wij nodigen u uit om bij onze kring te komen en om daar leven te vinden. En daardoor een stukje eenzaamheid of wat dan ook te doorbreken. Ik heb daar in die 2 jaar enkele mooie pareltjes van gezien. Maar ik heb sedertien altijd begrepen wat het is om mensenvisser te zijn. Dat is bewogen door liefde voor mensen. De straat optrekken, naar mensen gaan en hen hun vriendschap aanbieden en bij de eerste ontgoocheling het niet opgeven. Meerdere pogingen ondernemen. Het blijven proberen, dat is mensenvisser zijn. Ik heb sedertdien in dan de voorbije tientallen jaren nog mooie meditaties over die tekst gelezen. Maar dat beeld van die groep jonge mannen, dat is voor mij het beeld dat ik bewaard heb om mensenvisser te zijn. Wat zij in het klein deden, met hun klein groepje, dat is de opdracht van de kerk in het groot. Om mensenvisser te worden, om aan mensen leven te schenken, leven in overvloed, om aan mensen bezieling te geven, spirit, vanuit, gedreven vanuit Gods liefde. Vivre d'amour, schreef Thérèse van Lisieux. Leven met de liefde, leven vanuit de liefde. Wie zich laat dragen door Gods liefde, die kan zoveel mensen aansteken met liefde. Wie zich laat dragen door Gods liefde, die krijgt tientallen mensen terug als broeder en zuster. Goede vrienden, laten wij ons scholen of herscholen om mensenvisser te worden. En daar moeten we niet voor wachten tot de lockdown versoepeld wordt of tot het einde van de lockdown. Daar kunnen we vandaag nog de eerste beslissingen overnemen. Ik wens het ieder van u toe dat je het leert, steeds dieper leert, vanuit een verbondenheid met Jezus, om mensenvisser te worden. Er zijn zoveel mensen die wachten, die kijken. Spreekt mij niemand aan, komt niemand op mij af. Laten wij het doen. Goede vrienden, laten wij het doen. Laten wij de eerste stappen zetten, vandaag nog. En laten wij dan nu samen ons geloof belijden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Vragen wij dan nu aan God, zusters en broeders, dat wat we nodig hebben om Jezus waarachtig en authentiek te volgen. Bidden we voor onszelf, dat Gods woord ons zo mag raken,
dat we bij hem in de leer gaan om mensenvissers te worden. Laat ons bidden. Bidden we voor mensen die denken dat ze tot weinig of niets in staat zijn. Dat ze hun gaven ontdekken en Gods vraag verstaan. Laat ons bidden. Wij bidden u, verhoor ons Heer. Bidden we voor godsdienstleerkrachten en catechisten. Dat zij zelf vreugde uitstralen en de jongeren met wie ze werken weten te prikkelen en nieuwsgierig maken naar het geloof. Laat ons bidden. Wij bidden u, verhoor ons Heer. Bidden we voor de stad waarin we leven, dat iedereen zijn of haar plek vindt. Dat niemand alleen gelaten wordt. Laat ons bidden. Wij bidden u, verhoor ons Heer. Bidden we voor onze medemensen die overleden zijn, dat hun leven door God mag voltooid worden, dat hun nabestaanden getroost mogen worden en kracht vinden in de herinneringen die hun overledene nalaat. Laat ons bidden. Wij bidden u, verhoor ons Heer. Goede God, gij laat ons nooit alleen. Gij wilt dat we leven en wel in overvloed. Wees ons nabij met de kracht van uw geest en wil ons gebed dan oren. Dat vragen wij u door Christus, onze Heer. Amen. Zusters en broeders, dat u en mijn offer aanvaard mogen worden door God, onze algoede Vader. Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot offer in eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. Heer, gij roept uw volk bijeen rondom uw tafel. Laat de eenheid van dit brood en de vreugde van deze beker alle verdeeldheid uit ons midden wegnemen. Spreek gij uw scheppend woord. En maak ons tot het ene lichaam
van Christus, onze Heer. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaarheid waard. Wij danken u, heilige en sterke God. De wereld draagt gij in uw hand en gij waakt over al uw mensen. Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap om uw woord te horen en met een toegewijd geloof te treden in het spoor van uw Zoon. Hij is de weg die leidt naar u. Hij is de waarheid. Geen andere waarheid maakt ons vrij. Hij is het leven dat ons van vreugde vervult. Wij danken u voor de liefde die gij ons toedraagt in Jezus Christus. Wij voegen onze stem bij het gezang van allen die ons zijn voorgegaan in geloof. En met allen die nu leven, loven en prijzen wij uw heerlijkheid met deze woorden. Heilig, heilig, heilig is de Heer, aan hem de glorie, die hemel en aarde vervult van zijn naam in alle eeuwen, in alle eeuwen. Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw naam. Altijd zijt gij met ons op weg. En dichter dan wij durven dromen, zijt gij bij ons. Wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaüs, ontsluit hij nu voor ons de schrift. En wij herkennen hem bij het breken van het brood. Daarom bidden wij, almachtige God, beadem met uw geest dit brood en deze wijn, zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed. Want op de avond voor zijn lijden nam hij onder de maaltijd het brood en sprak tot u het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heeren, totdat hij komt. Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening. En wij verkondigen de liefde die gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan. En tot nieuw leven opgewekt is hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en herken erin uw eigen Zoon, die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten, opdat voor alle zoekers de weg naar uw Vader geopend en begaanbaar zij. Barmhartige God, laat de geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de gaven van zijn lichaam en zijn bloed en maak nieuwe mensen van ons, dat wij op Jezus gelijken.
Bescherm onze paus Franciscus en onze bisschoppen Jozef en Koen. Leer alle gelovigen van uw kerk de tekenen van deze tijd verstaan en maak hen trouw in de beleving van het evangelie. Maak ons erbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons, dat wij delend in hun vragen en hun pijn, in hun vreugden en hun hoop, hen de weg aantonen die naar uw liefde leidt. Erbarm u, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van Christus naar u zijn teruggekeerd. En over alle gestorvenen, waarvan gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis. En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop, overvloedig leven in uw heerlijkheid. Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen, dat wij met Maria de Moeder Gods, met uw apostelen en martelaren en al de anderen die u genegen zijn, dankbaar uw naam aanbidden en u prijzen door Jezus Christus, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. En bidden we dan nu met groot vertrouwen het gebed dat Jezus zelf ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen worden van zonden en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer onze God, eens heeft Jezus uw apostelen aangesproken om mensenvissers te worden. Hij heeft hen geschoold en bezield en hen een hart vol liefde gegeven. Bezield door uw geest zijn zij op weg getrokken. Hebben zij ruimte voor zoveel mensen in hun hart gemaakt. Hebben zij vreugde gevonden en voor alles een diepe, diepe vrede die van u kwam. Mogen dan de vrede van de Heer altijd en overal met u zijn. En met uw geest. Beste mensen hier aanwezig en thuis voor het scherm, in het woonzorgcentrum of waar ook hier in Mechelen, toon elkaar uw open handen als teken van de vrede van Christus. Uitgenodigd zijn aan de maaltijd van de Heer, zie hier het Lam van God dat wegneemt de zonde van de wereld.
Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus beware ons tot eeuwig leven. Het bloed van Christus beware ons tot eeuwig leven. Heer Jezus, ik dank u voor uw woord van leven waarmee gij mij hebt gevoed. Graag zou ik u ook ontmoeten in de communie, uw brood van leven. Maar dat is nu onmogelijk. Daarom bid ik, aanvaard mijn verlangen om hecht verbonden te zijn met u. Kom met uw liefde in mijn hart en laat me niet vergeten dat uw geest in mij woont. Wees gij in mij, opdat ik blijf in u, mijn Heer en mijn God. Langs het water liep en Simon en Andreas riep om zomaar zonder praten hun netten te verlaten. Hij kom misschien vandaag voorbij en roept ook ons, roept u en mij. Om alles op te geven en trouw hem na te leven. Jezus die langs de straten kwam en tollenaars ter zijde nam, ik wil in u Christus die door de wereld gaat, verheft zijn stem niet op de straat. Hij spreekt ons hart aan heden en wenkt ons met zich mede. En lokt ook nog zoveel ons aan, tot wie zouden wij anders gaan? Hij heeft en zal ons geven alles, het eeuwig leven.
bidden wij tot slot. Heer, het woord dat gij gesproken hebt, is in vervulling gegaan. Gij hebt ons het lichaam van Christus toevertrouwd. En door deze communie zijn wij zelf één lichaam geworden. Wij vragen u, doe ons inzien hoezeer wij elkaar nodig hebben. Hoe elkeen zijn eigen gaven en zijn eigen roeping heeft. Bouw ons op tot uw ene kerk, tot de gemeenschap van Jezus Christus, onze Heer. Goede vrienden, ook voor eerst mijn dank aan allen die deze viering mogelijk gemaakt hebben, de ploeg achter de schermen en ook de mensen voor de schermen. Er wordt door iedereen samengewerkt om op zeer regelmatige basis deze online vieringen te kunnen realiseren. Mensenvisser worden, goede vrienden, dat is een boeiende zending, een boeiend beroep. Gedreven, bezield, door Gods geest naar mensen gaan, vooral naar diegenen die wachten tot iemand naar hen kijkt, tot iemand naar hen luistert. Dat is mensenvisser zijn in Gods naam. En mogen de Heer u daar dan toe zegenen, Hij die is, Vader, Zoon en Heilige Geest. En gaat nu allen heen in vrede. Wij danken God.